Mirella van Dijk is vanmorgen geïnstalleerd tot substituut officier van justitie op het parket van de procureur-generaal. De installatieplechtigheid vond plaats op een buitengewone openbare terechtzitting op de griffie der kantongerechten strafzaken aan de Wulvingstraat. Van Dijk is de vorige week door president Desi Bouterse beëdigd in deze functie. Met de installatie vandaag kan zij overgaan tot het uitoefenen van deze functie. Rechter Ingrid Tjangoer-Lakicharan liet de loopbaan van de nieuwe substituut officier van justitie de revue passeren. Zo is zij op 1 maart 1998 in dienst getreden bij het parket in de functie van parketsecretaris. Sindsdien heeft zij verschillende functies bekleed. De rechter gaf Van Dijk mee wat er van haar verwacht wordt in deze nieuwe functie. Van Dijk, het is een voorrecht om magistraat te zijn. En dit voorrecht is niet voor een ieder weggelegd. Uw installatie tot substituut officier van justitie is een mijlpaal in uw leven. En u mag er met recht trots op zijn. U bent ongetwijfeld over heel wat hobbels gegaan voor het bereiken van dit resultaat. U bent bekend met de spreekwoordelijke gezegden. Geduld is een schone zaak. Niets komt voor zijn tijd. U staat aan het begin van een nieuwe uitdaging in uw leven en zeker geen makkelijke. In uw huidige functie heeft u veel macht. Gebruikt u deze macht slechts voor het doel waarvoor die is gegeven. U zult onder meer belast worden met de leiding van het opsporingsonderzoek van de politie. Dat wil zeggen dat u erop zal moeten toezien dat het door de politie gedane opsporingsonderzoek zorgvuldig en volgens de regels verloopt. U zult de beslissing nemen of een verdachte wel of niet voor de rechter moet komen. In sommige zaken zult u het besluit nemen om de verdachte niet verder te vervolgen. De nieuwe substituut-officier van justitie is ervan verzekerd dat zij in de toekomst nog meer kennis kan opdoen. Zij dankte in het bijzonder de gewezen procureur-generaal Subhas Munwasi voor het in haar gestelde vertrouwen en de wijze lessen die zij van hem mocht leren. Daarna beloofde zij aan de aanwezigen haar werk naar behoren te zullen doen. Ter overstaan van allen wil ik beloven dat ik ten alle tijde mijn werk naar eer en geweten zal doen, met de achtneming van wet en recht belang zal afwegen zoals de magistraat bedaamt. Ik sta in het begin van een nieuwe uitdaging en ik ben mij ervan bewust dat ik nog heel veel te leren heb, maar ik ben er ready voor. Ik voel me gesterkt door de ondersteuning van mijn dierbaren, mijn familie, vrienden, collega's. En ik treed vol enthousiasme deze nieuwe fase in mijn loopbaan tegemoet. Ik dank u allen nogmaals voor het hart van mijn hart. Mirella van Dijk, de nieuwe substituut-officier van justitie. Zij is vanmorgen officieel geïnstalleerd in deze functie op de griffie der kantongerechten strafzaken aan de Wulvingstraat.